Hallo Olivia, daar ben ik weer eventjes. Ik wilde jullie allemaal even een dagkaartje gaan geven. En ik dacht van, ik kan wel een Engels deck doen, maar dan begrijpen jullie het niet zo goed. Dus we gaan gewoon eventjes een opsteker van de dag doen. Ik haal hem uit mijn tarotkaarten. En dan wel uit het deck van de engelen. Oh, niet te zien. Ik moet er eerst zelf achter gaan zitten. Dus de Engelen Tarot, Doreen Virtue. Ik weet niet of het voor jullie te lezen is. Ik ben bang dat ik mezelf dan moet spiegelen of zo. Maar goed. Ik vertel het in ieder geval welke kaart dat ik aan het pakken ben. Ik ben aan het schudden op dit moment. Ik zie ook heel erg de energie weer in mijn beeldscherm veranderen. Morgen komt er een nieuwe laptop. Ik denk ook dat mijn laptop ten einde raakt, helaas. Vorige week is er per ongeluk al iets misgegaan met mijn laptoppie. Dus ik ben een heleboel dingen kwijt. Oeh, dat betekent een nieuwe start voor mij. Dus we gaan eens even kijken wat er dus nu mag gaan gebeuren. En ik hou het niet te lang. Kaartje angst rondom geld, de wijsheid en de hulp van de anderen aan te gaan nemen. Onzekerheid in je zelfstandige beroep. Oh, kijk. Dat wil zeggen, dat kan voor mij betekenen, maar dat kan ook voor anderen een hele goede betekenis zijn. Het heeft een beetje te maken met die onzekerheden die je hebt rondom wat je aan het doen bent. Het is belangrijk dat je daar gewoon in gaat staan. Je bent wie je bent en that's it. Mensen die jou leuk vinden en iets met jou hebben, met jouw licht, die zullen dat heel prettig vinden en heel fijn. Dus die gaan dan ook naar jouw energie toe en die komen echt op jouw pad. Dat wat nodig is. Dus maak je niet al te veel zorgen. Datgene wat jij mag gaan inklaren, inboeten, noem het maar. Gaan vangen qua financiën, dergelijke. Dat komt echt goed. Ik vind het wel een hele mooie kaart. Ik zal hem even heel duidelijk laten zien. Hij schijnt een beetje, waardoor het dus moeilijk te zien is. Want mijn raam schijnt er dan ook weer in. Dus het is een beetje lastig om te zien. Maar het is de vijf van aarde van het tarotdek van de Engelen Tarot. Nou, dan gaan we nog eentje pakken. Want ik vind één nooit genoeg. Eén is meer op hoe je eigenlijk erin stond. En een beetje het stukje verleden, zeg maar. En dan het heden pakken we dan erbij. Dus de zeven van lucht. Plannen mogen worden herzien. Er is meer aan de hand dan je op het eerste oog ziet. En de timing is even niet goed. Dus hou je vandaag rustig. Dus er zullen bepaalde zaken gewoon even anders mogen. En het kan zijn dat je door dat je in die rust gaat, dat je het anders gaat voelen en anders gaat zien. Dan mag je misschien de visie gaan herzien. Waardoor het dus waarschijnlijk dan morgen veel lichter gaat voelen en dat je het dan morgen beter kunt gaan doen. Dan pakken we de aas van water in. Dat is een hele goeie eigenlijk. Hier wordt geschreven, je wordt verliefd, er komt een nieuwe opleving, spirituele groei, sterke intuïtie, nieuw huis. Dit kan alles te maken hebben met datgene wat ik daarnet zei. Hè? Dus het is verbonden aan elkaar, die energie. Als het vandaag niet goed voelt, laat het gewoon even rusten. Dan kan het zijn dat je morgen een betere visie, een beter beeld gaat krijgen. En de aas van water zegt en vertelt mij nu voor de energie, voor de mensen die daar nu in staan. Het kan zijn dat er een relatie op je pad gaat komen. Of dat jouw relatie juist een hele mooie nieuwe boost gaat krijgen. Wat ook heel, heel fijn kan zijn. Wat ook heel belangrijk juist is in deze periode. Dus ga goed voelen wat goed voor jou voelt. En ga daarop in van het bestaande relatie dus. Spirituele groei en een sterke intuïtie. Dat telt dus nu voor de mensen die er nog steeds moeite mee hebben om dingen goed te zien. Ga eens opletten hoe de tekens zijn. Wat zie je dus voorbij komen? Zie je een bericht? Drie keer, dan zeg ik drie keer is het charmed. En dat is dan ook het bericht waar je echt even naar mag gaan kijken, want dan klopt dat gewoon. En dan geeft dat ook al een gevoel van blijheid en dergelijke. Dus zorg ervoor dat je daar wat meer voor open staat. En dan staat hier een nieuw huis. Dus het kan zijn voor de mensen die dus wilden verhuizen en nog geen zicht op een nieuwe woning hadden of
iets dergelijks. Het zit er nu toch echt aan te komen. Ga morgen opletten wat de tekenen daarvan zijn. Want het kan zomaar zijn dat jij juist dat nieuwe plekje aangeboden krijgt waar je juist heel lang op zit te wachten. Nou, daar wilde ik het even bij laten voor deze dag. En wellicht misschien morgen een nieuwe. En anders komt het vanzelf wel weer. Voor nu een fijne dag. En bye bye, bye bye. Doei doei.